Het bekende kunstwerk Lazy King verhuist tijdelijk van Park Sonsbeek naar Museum Kranenburg in Bergen. De gemeente heeft het sculptuur voor deze zomer uitgeleend aan de Noord-Hollandse badplaats. Daar is een tentoonstelling met als onderwerp het zalig niets doen. In oktober staat het beeld weer op zijn vertrouwde plek. Verslaggever Pieter Pluigers sprak met cultuurwethouder Gerry Elfrink en parkbeheerder Jeroen Glissenaar. Vanochtend is hier de Lazy King weggehaald. Een kenmerkend beeld bij de Sonsbeek Witte Villa. Van een van de internationale Sonsbeek tentoonstellingen. Wat betekent dit voor het park dat dit beeld nu even tijdelijk weg is? Ja, ik denk dat zeker de vaste bezoeker van het park wel even zal denken van ik mis iets. En als ze het doorhebben zullen ze ook gelijk zeggen van waar is de Lazy King heen? Hij zal even gemist worden. Het is toch iets wat er onverwachts in één keer weg is. Waarom is het beeld weg? Het beeld is, zoals ik begrepen heb, gaat naar de buurt van Bergen, naar Bronkhorst, naar een ander museum voor een tentoonstelling. En wanneer kunnen we hem hier terug verwachten in Arnhem? Nou, hij komt gelukkig weer terug en hij komt terug in oktober. Dus zie het als een zomervakantie hier voor onze koning. De Lazy King, waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar Bergen, bekend van Bergen aan Zee, een mooie kustplaats. En daar is een tentoonstelling over ledigheid en de kunst van het niets doen. Daar vonden zij dat de Lazy King niet mocht ontbreken. Maar hij is dus op vakantie tot oktober, dus een lekker lange strandvakantie. Komt er iets voor in de plaats? Nee, het is denk ik ook niet nodig. Het is de plaats van de Lazy King. En het feit dat hij nou weg is, laat natuurlijk wel een soort leegte achter. Maar ja, dat is ook iets waar je vervolgens bij kan gaan stilstaan en nadenken over de leegte die de ledigheid achterlaat. Hè. Lazy King is natuurlijk symbool voor het niets doen, het genieten. Dat je ook met ledigheid je dagen kan vullen. Die is er nu even niet meer, dus daar moeten we nu zelf maar vorm aan gaan geven. Ik denk dat dat de boodschap is. Zoals misschien vroeger kun je het vergelijken als je jouw schoolvriendje in de zomer op vakantie ging. En jij ging niet of ging nog niet. En ja, je speelkameraadje was er even niet. En dan moest je even zelf gaan kijken wat je ging doen. Is het eigenlijk een stukje Arnhem-promotie in dat kunstdorp in Noord-Holland? Ja, zeker wel. Zeker wel. Er komen veel kunstliefhebbers ook daar. En dan is het goed om zo'n bekend Arnhems werk daar even te hebben. Om dat onder de aandacht te brengen. Dat niet alleen de Lazy King hier bewonderd kan worden. Maar hier nog veel meer interessante kunst is. Zowel in het museum Krullenmuller als ons eigen museum hier aan de Rijn. Maar ook de kunst in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld is een Arnhem, waar Arnhem rijk mee is. Is heel interessant voor mensen. Is de Lazy King ook een symbool van de internationale beeldende tentoonstellingen die hier bijna om de 5 jaar plaatsvinden? Zeker, en dat verhaal vertelt hij ook. Daar is hij ambassadeur van de Sonsbeek tentoonstellingen. Dus dat is ook goed dat hij dat daar gaat vertellen aan alle kunstliefhebbers die daar komen.